Bijna elke dag is de GGZ in het nieuws. Vaak met berichten die bol staan van voorspelbare clichés en kwetsende stigma's. Wat vaak ontbreekt in al dat nieuws is het gezicht van de mensen om wie het gaat. De mensen die ondanks of met hun psychische problemen iets van hun leven proberen te maken. En de mensen die hen hierbij ondersteunen. Als familielid of vriend of als begeleider of behandelaar. In mijn werk wil ik al die mensen letterlijk een gezicht geven. Met oog voor hun persoonlijk verhaal, hun pijn, hun veerkracht en hun eigen oplossingen. En met aandacht voor de visie en drive van hulpverleners. Hoe werken zij samen met cliënten aan vernieuwingen om de zorg nog beter af te stemmen op de vragen van nu en morgen? Dat wil ik laten zien. Liefst zo normaal mogelijk, gewoon zoals het is. Met portretten en verhalen over bijzondere, kwetsbare en moedige mensen voor wie niets te gek is. Ja, voor mij is dat het mooiste werk dat er is.